Wanneer een asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, bekijkt en beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst de aanvraag. Volgens de IND is er bij een normale asielaanvraag na 8 dagen uitsluitsel. En mocht de IND meer tijd nodig hebben, dan duurt dit een half jaar langer, met uitloop van nog eens 9 maanden. Maar hoe kan het dat sommige asielzoekers jarenlang procederen? Asielzoekers moeten steeds langer wachten voordat de IND hun zaak behandelt. De gemiddelde wachttijd is toegenomen tot 19 weken. De meeste asielzoekers gaan bij een afgekeurde asielaanvraag in hoger beroep. En daarna nog, in sommige gevallen, naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit proces kan bij elkaar dus jaren duren. Maar asielzoekers kunnen bij nieuwe ontwikkelingen procedures stapelen. Bij bijvoorbeeld de nieuwe ontwikkeling in het land van herkomst, een medisch geval of andere persoonlijke ontwikkelingen kan een asielaanvraag opnieuw worden ingediend. Op deze manier kunnen de procedures van één asielzoeker jarenlang duren.